Libero van Haga zullen jullie bovendien ook kwijt. Godzijdank. Waarvan akte? Hartelijk welkom bij de vierde aflevering van Gamen met Politici. En deze keer met Dilan Yeşilgöz van de VVD. Dag Dilan. Hi, hallo. Ik mag je allereerst feliciteren met de winst van Ajax net. Yes. Tegen Young Boys. Was dankjewel, 3-0. 3-0. Is er in de laatste twee minuten nog gescoord? Ja, is het laatste nippertje nog gescoord. Ik kan eigenlijk nu niet meer voor schut staan vanavond. Ik ben benieuwd, Dilan, want jij bent niet per se een Mario Kart pro. Je hebt net ook op Twitter een aantal tips gevraagd. Ja, en dan ben ik benieuwd wie mensen denken dat gaat winnen. Of dat Dilan is of dat ik dat ben. Ja, wat verwacht jij, Dilan? Je bent jezelf al een beetje aan het indekken. Ja, ik zal wel mijn geld op jou inzetten eigenlijk. Ja. Okay. Kijk, jij zit sinds 2017 in de Kamer. Je hebt net of bijna je eerste termijn erop zitten. Je hebt de portefeuille Veiligheid en Justitie. Je staat nu op plek 5. Je komt uit Amsterdam. Je zat eerder in de gemeenteraad van Amsterdam. En je bent groot fan van Ajax. Zijn dat de belangrijkste dingen of mis ik nog belangrijke dingen over jou? Je hebt mijn hond Moos niet genoemd. Die komt nu af en toe misschien ook in beeld of dingen hier omgooien. En hij loopt nu inderdaad richting de camera. Moos? René, kan je even Moos wel? Want dit is volgens mij... Moos. Gaat dit ons meer dan een tientje kosten als hij dit doorzet? Kijk, die doet leuk mee. Ja, en dat is ook mijn man René. Nou, dan heb je de hele familie ontmoet. Dus dat dekt wel aardig de lading. Wat een gezelligheid. Dan zegt iemand nog, Dilan, wij VVD'ers verliezen niets. In de kern verliezen wij niet, klopt. Maar het kan best zijn dat ik nu eventjes een rol laat winnen. Dat is wat anders natuurlijk. Ja, je denkt, we gaan de verkiezingen, is toch wel kat in het bakkie? Nee, zeker niet. Nee? Zoals... Mark Rutte gisteren volgens mij op televisie ergens zei... we staan op 0 zetels en het is gewoon heel hard knokken om ervoor te zorgen dat we wel gaan winnen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nu hele lage verwachtingen. Maar dat betekent ook dat het alleen maar kan meevallen. Ja, dat lijkt mij een prima uitgangspunt voor vanavond. Kun je een beetje tegen je verlies eigenlijk? Nee. Verlies je ik wel eens? Ook heel, dat ga je zo zien. Ik verlies wel eens. Maar ik vind het wel heel irritant. En ik had graag hard geoefend en getraind om niet van je te verliezen... Mm-hmm. Maar in campagnetijd bleek dat ik er niet echt per se heel veel tijd voor had. Ja, hoeveel sta je nu? Daar gaat het eigenlijk niet om, hè? Nee, ik weet al genoeg. Waarom ben je ooit de politiek ingegaan eigenlijk? Echt serieus? Wil je dit soort diepgaande gesprekken terwijl ik je probeer in te halen? Nou, dit is nog een simpele vraag. Kun je het ook gelijk hebben over de dividendbelasting, maar ik dacht dat bewaar ik voor later. Nee. Ik ben eerste geworden, kijk. Serieus? Ja. Oké. Okay. We zijn al... Nou, derde. Oh, op derde. Zich, ik heb nou, wel dat gewoon... Valt me alleszins mee. Het kon erger, hè? Het kan zeker het kon erger. Waarom de politiek in? Ja, dat heb ik... Ik heb eigenlijk van huis uit geleerd en meegekregen... dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat heeft heel erg veel te maken met het verhaal van mijn ouders... die ooit hier als vluchtelingen naartoe zijn gekomen. Dus ik heb altijd geleerd dat je daarvoor moet inzetten... en dat het niet voldoende is dat jij vrijheid hebt... Ja. Maar dat het belangrijk is dat anderen dat ook hebben. Maar je ouders waren heel links. Als je in landen als Turkije, maar ook bijvoorbeeld Zuid-Amerika... je inzet voor vrijheid en voor de individuele rechten van mensen... dan ben je links. En zo ben ik ook zelf heel erg links begonnen... totdat ik echt bij linkse partijen aan de slag ging... en dacht, wacht eens even, waar gaat het over? Dit is niet hoe ik naar de wereld kijk. Wat was er dan mis bij die linkse partijen? Ik heb bij SP in het bestuur gezeten in Amersfoort. Daar ben ik opgegroeid, een paar maanden. Ik denk dat het iets van 9 maanden was. En toen heb ik stage gelopen... Oh, deze word ik misselijk, man. Stage gelopen bij GroenLinks... en geschreven voor het jongerenblaadje van de PvdA, al bij heel kort... En wat, een paar weken of twee wat klopte maanden. Daar dan niet? Wat was er daar met die linkse partijen? Die wat partijen niet? Die beschouwen mensen, dat is mijn ervaring dan, hè? Die beschouwen mensen als slachtoffers. Ja. Zolang jij een slachtoffer bent die ik kan redden, is dat mijn legitimiteit om te bestaan. Dus ik werd opeens benaderd en aangesproken als iemand die niet uit Nederland komt, als een allochtoon en goh en... hoe gaat dat dan? En mag je wel uit? En ik dacht, waar hebben deze mensen het over? Ik groeide op in Amersfoort. Ik ging naar schuurfeesten in Hoogland. Waarom sta ik stil? Dat weet ik niet. Ik moet gas geven. Ja, wacht even. Met A. Wat is een A? Wat is een A? Nee, met A. Ja, dat is de toets waar je duim op zit. Als het goed is. Kijk, nu gaat het alweer. Kijk, en wanneer was dat het moment dat je dacht, ik moet bij de VVD, klopt het? Ja, ik ben gestopt met de politiek op een gegeven moment. Want ik dacht, nou ja, weet je, wij zijn van huis uit links. Maar als dit linkse partijen zijn, dan snap ik blijkbaar niks van politiek. Laat maar. En toen ben ik op een gegeven moment gaan studeren in Amsterdam. In Amsterdam gaan werken.
En op een gegeven moment dacht ik, ik ga het nog één keer proberen. Want ik wil me er toch heel graag tegenaan bemoeien. Ik zie genoeg in ons land wat ik mooi wil houden. Ja. Maar ik zie ook dingen die beter moeten. En toen ben ik me er heel erg in gaan verdiepen. Toen ben ik de beginselen gaan lezen en er echt over na gaan denken. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, wat ik van huis uit ben, dat is liberaal. En dat is echt iets anders dan wat ik bij links zocht. Ja, dus maar... toen dacht ik, nou ja, dan, er zijn in theorie twee liberale partijen in Nederland, hè? D66 mm-hmm. en VVD. En waarom dan niet D66? Of heb je er achteraf spijt van, maar wou je die gewoon niet meer wisselen? Nee, geen spijt van. Nee, D66 is voor mij echt een partij van enerzijds, anderzijds, kom, we nemen nog een cappuccino. Is daar iets mis mee met enerzijds, anderzijds? Nee, maar wel als je daarna nog eventjes vanaf je luxe stoel om je heen gaat kijken en gaat zeggen van nou, ik wil hier geen vuile handen maken. Hier wil ik niet aan beginnen. Ja, het gaat je zou nu... denken dat ik trouwens dat ik nu beter zou scoren omdat ik dan boos ben. Maar blijkbaar werkt dat niet zo. Ik las dit weekend een stuk in de Groene Amsterdam, maar volgens mij dat heel veel vrouwelijke kandidaten veel seksistische berichten ontvangen. Ja, dat is helaas een aspect wat er blijkbaar... bijna bij hoort. Wat doe je daar dan mee? Beïnvloedt dat hoe je te werk gaat? Nee. Ik laat me niet intimideren. Dus in die zin beïnvloedt het niet. Het kost wel jaren tijd om dat ook van je af te kunnen zetten. Om die filter in te kunnen bouwen. Dat je het verschil kent. Echt, van wie moest ik dit figuurtje kiezen? Serieus? Volgens mij heb je het zelf gekozen. Oh, ja. Ik dacht dat iemand online had gezegd. Ik wilde graag iemand de schuld geven. Want dit is echt... Je bent 50 geworden. Nou, wat voor iemand die het heel slecht kan nog redelijk is. Ja, maar kijk nou, jij hebt 52 punten, je bent tweede. Ik bedoel, en zo goed ben je nou ook niet. Dat vond ik ook wel grappig, vond dat jij hebt het levensmotto met bemoeien ermee. Ja. Wat ik best wel van een partij die heel erg tegen betuttelen is, best wel een soort betuttelend levensmotto vind. Nou, het is meer mijn opdracht voor mijzelf en ook mijn oproep voor iedereen om mij heen. Dat ik denk, ja, weet je, we leven gewoon echt in een schitterend land. Dus bemoei je ermee om het mooi te houden. En bemoei je ermee als je ook dingen ziet die niet goed gaan. Ga niet aan de zijlijn staan. Het is dus echt voor mij een persoonlijke opdracht. Maar waar zit dan die balans tussen bemoeien en betuttelen? Ja, is ook fuck, ik rij naar het ravijn. Maar waarom ik het ook vraag? Omdat dat betuttelen lijkt ook altijd een beetje zo'n soort gelegenheidsargument. Nou, bedoel, zo ervaar ik het niet. Nee, daarom zeg ik het ook. Nee, maar weet je, kijk, bijvoorbeeld ik persoonlijk, ik eet veel minder vlees dan vroeger. Omdat ik het niet gezond vind voor mijzelf. Ja. En ik vind mooi dat er alternatieven zijn. En ik vind mooi dat ik daar meer over heb geleerd. Ook door de voorlichting en alles wat ik voorbij zie komen. Ja. En dat is ook wat je mensen gunt. Maar als ik zou zeggen, nou, ik ga het vervolgens zo duur maken dat anderen dat niet kunnen eten. Oh, wat zonde dat ik dit nou doe. Ja, dat vind ik. Dat is niet hoe ik de wereld voor me zie. Jullie spreken je altijd heel erg uit tegen tuig, hè? Ik heb jou heel vaak ook horen zeggen, moet je tuig hard aanpakken. Dat is een beetje, Rutte zegt dat ook natuurlijk vaak. Dat zou ik nu ook wel willen zeggen trouwens, ik ben 9e. Nou, zeg het. Roep het uit. Tuig, pakken. Misschien moet... Tuig, maar het lukt niet. Dat lucht op, hè? Niemand hoort me. Ik ben zo achteraan dat ik kan wel tuig roepen, maar je hoort me niet eens. Maar het lijkt soms ook een soort grijs gedraaide plaat. En dan hoor je Rutte, die heeft dan soms ook over, ja, sociologische verklaringen, is er niet in geïnteresseerd. Daar spreekt ook wel een soort... dédain van uit. Van ja, maar ben je dan niet geïnteresseerd in wat de verklaringen zijn, waarom mensen eigenlijk de fout ingaan en het criminele pad opgaan? Heb jij gesproken met sociologen en criminologen? Nodig je die dan uit? Natuurlijk. Mijn vader is een criminoloog. Ik heb hier 8 jaar lang heb ik op dit dossier op deze manier gewerkt. Waarom roept Rutte dan dat hij die sociologische verklaring, ja, daar moet je als het om criminelen gaat, moet je daar niet te veel... Maar dat zei hij niet, hè? Dit ging even concreet over die rellen, waarbij je zag dat er letterlijk tuig politiepaarden aanviel, journalisten aanviel, agenten aanviel. Als dan de eerstvolgende vraag is, goh, maar waarom zouden ze dat nou eigenlijk doen? Waar zou dat door komen? Dan vind ik het een ongelooflijk legitieme reactie om te zeggen, weet je wat, dat interesseert me op dit moment even niet. Als jij het in je hoofd haalt om een politiepaard te belagen, dan wil ik zorgen dat je voor een rechter belandt en dat je gewoon de bak in gaat. Ik vind het ook een soort primaire reactie waarmee je ook niks oplost. Want ja, je kan zeggen, het is tuig. Nou, goed, klaar, het is tuig. Ik zou zeggen, juist die vraag, hoe komt het? Hoe kunnen we dit voorkomen? Wat is de beste manier om dat te doen? Hoe kunnen we dit maatschappelijk aanpakken? Dat lijkt mij de primaire vraag. Ja, maar dat doe je. En dan roepen, ja, het is tuigen. Ja. Beide zijn waar. Op het moment dat jij daar op straat gaat alleen om agenten, journalisten aan te vallen, dan ben ik de fase van een goed gesprek met jou voorbij. Dat mag duidelijk zijn. Daaromheen
als je ook ons verkiezingsprogramma kijkt, dan zie je ook dat we zeggen, hoe ga je voorkomen dat kleine jongens grote criminelen worden? Ja. Dus dan wil je dat ze bijvoorbeeld als ze al vroeg in aanraking komen met justitie of met bureau HALT, dat je al heel vroeg kunt screenen, is er bijvoorbeeld GGZ-problematiek, is er sprake van verstandelijke beperking? Ja. Dat je juist al heel vroeg kunt screenen, zodat je met maatwerk aan de slag kunt. Preventie is superbelangrijk. Je blijft tuig als je op straat gaat met een knuppel om een agent te slaan. Ja. Sorry, dan ben je gewoon tuig. Maar het is, hé, ik ben tweede. Zie je wel, heel we hadden goed. Eerder over tuig moeten heel hebben, goed. Man. Ja, het is dat tuig werkt, hè? Dat tuig werkt. Dus even kijken of er nog meer tuigachtige vragen bij zitten. Doe je bij iedereen zulke zware onderwerpen bij het spel? Of is het speciaal voor mij? Nee, het is bij iedereen het is wel vrij zwaar. Ja. Iemand is ontevreden met hoeveel vluchtelingen er zijn binnengekomen. Had de VVD daar harder op moeten zijn? Ik denk dat wij daar juist hele flinke stappen in hebben genomen. Kijk naar de deal die we met Turkije hebben. Dat is dat is een VVD-plan dat door heel Europa is overgenomen. En dat is wat we hopelijk ook met andere landen veel meer kunnen gaan doen. En op het moment dat dat niet lukt, dan moet je ook op Europees niveau en anders gewoon als land zelf... Sorry, dit gaat echt heel slecht nu. Moet je ook durven stappen te nemen. Kijk jij er zelf naar, want jij bent het kind van twee mensen die zelf politieke vluchtelingen waren uit Turkije. Ja, ik ben ook gevlucht met mijn ouders vanuit Turkije naar Griekenland. De route die we een paar jaar terug dus zoveel zagen. Ik vind heel erg belangrijk dat ons vluchtelingenbeleid juist alleen maar gericht is op hoe bieden we mensen veiligheid, moet ik zeggen, die dat echt nodig hebben. En hoe zorg je ervoor dat mensen die niet aanspraak kunnen maken op asiel, dat die ook geen misbruik kunnen maken van het systeem wat echt is voor mensen die angst hebben voor vervolging. Dat is wat wij proberen. Ja, in de tijd dat jij en je ouders dan naar Nederland kwamen, zou dat dan nu moeilijker geweest zijn? Wij zijn uitgenodigde vluchtelingen en er worden nog steeds jaarlijks vluchtelingen uitgenodigd naar Nederland. Ik weet niet of dat moeilijker geweest zou zijn. Nee. Kijk, mensen zoals mijn ouders, die hadden het heel goed in Turkije. Ja. Hoog opgeleid, hadden een goed leven. Zagen om hen heen dat er mensen waren die niet dezelfde vrijheden hadden en gingen zich daarvoor inzetten. En moesten alles opeens achterlaten. Dan moet je dus van nul beginnen. Moet je nagaan als jij dat nu zou moeten doen. Dan zou je ook willen dat je zo snel mogelijk eigenlijk terug zou kunnen als het weer veilig is. Dus als je het hebt over vluchtelingen, zijn dat vaak mensen die juist terug zouden willen, maar niet kunnen vanwege veiligheid. Dus om te doen alsof dan de enige beste oplossing is, kom maar in Nederland, dat is het niet. Het is wel goede opvang in de regio. Je bent weer vijfde trouwens, even voor de record. Dit is... De vijf is mijn lucky number, geloof ik. Zo sta ik ook op de lijst van de VVD, dus laten we daar maar dat is waar. Je hebt sowieso een mooie plaats natuurlijk, de vijfde plaats. Niet slecht, toch? Zeker niet. Volgens mij zijn dat de lichte vragen, laat ik het zo zeggen, in de chat. Ja, zijn er nog zoveel zware? Nou, de VVD'ers, witte bordencriminelen, die heb je daar nog wat op te zeggen? De VVD'ers die ik ken zijn net als van andere partijen de mensen die gewoon dag en nacht al heel hard werken om er het beste van te maken voor Nederland. En je kunt het oneens zijn met wat we doen, maar de intentie is... Zoals van andere partijen. Het is allemaal om dit land nog mooier te maken. En Wiebren van Haga zijn jullie bovendien ook kwijt. Godzijdank. Waarvan akte. En dan tot slot nog een vraag. Zou Dylan ooit nog premier willen worden? Oh, dat doen we bij het volgende spel. Mijn persoonlijke ambitie is nu echt niet relevant. We gaan eerst die coronacrisis achter ons laten. Dan ons land goed opbouwen. En dan ga ik veel oefenen met het spel. En dan kom ik terug bij je voor al dat soort vragen. Kijk, aanstaande maandag om 9 uur gaan we hier nog een potje Among Us spelen met Senna Matoeg, de nummer 5 van GroenLinks. Dylan, ik wil je onwijs bedanken. Jij bedankt. En heel veel succes nog komende dagen. Dankjewel, jij ook. Heel veel dank hiervoor. Hoi. Thanks.